Yo dames en heren, mijn naam is Don en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Pokémon. We gaan even wat rustiger door het intro heen. Ik zag in de reacties, want ik zit al een heel tijdje te zanen over XP share, bla 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 bla. Ja, ik wil terug naar Petalburg. Want bij Petalburg... Go. Bij Petalburg is die ene... Meneer Steen Dude. Ik weet zijn naam even niet meer. Maar we geven hem zo direct wel even een belletje van... Yo bitch, ik kom eraan. Want ik wil mijn fucking XP share. Want jullie zeiden in de reacties... Yo, hij heeft die XP share. En dat ik gewoon letterlijk met hem moest praten. En dat was ik gewoon compleet vergeten. Dus ik geef hem nu gewoon even... Nee, fuck. Ik wil hier niet in. Die dude zit de hele tijd nog steeds achter zijn fucking mail aan. Zo, kak, ik ben een mail. Ja, leuk. Nee, niet Navigator. Ik wil bellen. Match call. Hoe heette die dude? Mr. Stone. Dat was het. Devon Press. Meneer Mist. Wat? Waarom kan ik niet naar... Oh, for fucks. Oké, ik bel hem wel even. Tring. Mr. Stone. What's wrong? Have you forgotten about that little errand of mine? Of het kan zijn... Het kan zijn... Dat ik die shit niet... Ja, I'm a busy president. Bla 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 bla. Het kan zijn dat we nu eigenlijk gewoon fucking voor niks hier naartoe lopen. Omdat ik die fucking opdracht nog niet heb gedaan. Waardoor hij uiteindelijk aankomt van... Yo bitch, ik kan je die XP share nog niet geven. Aangezien je mijn opdracht nog niet hebt voltooid. Daar ben ik bang voor. Aangezien onze Wurmple level 5 en Kleurtje is ook nog level 12, zet ik van ja, deze battle neem ik gewoon. En dan doen we Pound. En hij is de Wurmple, als het goed is, niet dood. Hij is niet dood. Hij had al dood moeten zijn. Speedfell, maakt me niet uit. Ram op die knop. Pound die shit. En XP in de pocket. 38, het is toch iets. We moeten het met alles doen, omdat fucking veel zij... Oh my god, ik misklik en een fucking... Dat ene fucking grasje. Ik ga die bitch gewoon astonishen. Of nee, uproren. Riot. Wat? En dat is ook geen eens een kill. Poison sting, alsjeblieft geen poison. For fucks! Dat is echt bold en level 5. Riot. Al snap je die Riot-grap niet, dan moet je vaker naar mijn fucking Twitch-streams kijken. Twitch.tv/GameMeneer staat in de beschrijving ook. Volg me daarop. Ja, briep. Ja, dat is gewoon heel erg vervelend dat het zo moet gaan. Oh, come on! Zo irritant dit. Ja, ik snap hem. Ja, oké, dankjewel. Oké, bleep. Oh, en dan ga ik de markt nog binnen ook. Ah, kunnen we wat extra pokeballs kopen nu we hier toch zijn. Bye. Pokerballs. Wat heb je hier nog meer? Escape ropes, repels. Ja, ik koop ook wel een aantal repels. 3 is prima. No! Oh my god, ik heb maar 5000. Oké, laten we maar 2 kopen in plaats van 3. Die shit is duur. Oké, en dan nog ook een 1 escape rope erbij. Ja, joh. Want ook om die ene grot door te komen. Want jullie zeiden echt dat ik gewoon letterlijk naast de trap stond. En dat het uiteindelijk alsnog niet goed ging. We kopen wel 2 potions er ook bij. Of super potions. Hoeveel is dat? Hoeveel hield het? 50. Nee, ik doe nog wel even zo. 3 potions. Ik weet niet meer waar ik naartoe ging met mijn verhaal, want ik werd afgeleid door die man achter de kassa. Is er anything I help can... Nee, oprotten. Kleurtje fainted, no. Wat... Oh my god. Waarom onderbreken jullie me elke keer? Ik had een Pokémon nodig voor fucking Flash om die kutgrot erheen te komen. Dat was het. Roxanne, Rustboro City. I heard from Brawly that you're moving up... Through the ranks of yeah. I'd rather not think that I can't beat you. Okay. Shape of my gym. Okay. Dat was het. Hey, we hebben het nummer van Roxanne. Roxanne. Er is ook zo'n heel speciaal nummer over.
Jackson. Ik weet niet meer wie dat zong. Maar die shit blijft echt in je hoofd zitten gewoon. So, Roxanne. Me, Roxanne. Don't turn on the red light. Zoiets. Of was het turn off the red light? Ik weet niet meer. Het was een van die twee. Yo, meneer Steen. Waar is mijn XP'tje? Ik weet niet wie die reactie achterliet in de fucking reacties. Maar je hebt me voor de gek gehouden, oké? Waar de fuck is die? Moet ik met al deze dudes gaan praten in de hoop dat er één fucking heeft? No way. Dan moet je maar... Nee, meneer... Fuck die... Nee, meneer Steen heeft hem. Rot op. Fucking... Oh my god. Nu moeten we ook weer langs het Pokémon Center... Nou, dankjewel voor de fucking reactie. Je hebt me keihard voor de gek gehouden. Want natuurlijk moet ik eerst die opdracht voltooien voordat ik een XP share krijg. Tuurlijk! Fuck sakes. Fucking stupid is dat. Ik dacht er ook niet bij na. Ik zat gewoon, hey... ik dacht er pas bij na toen ik het uiteindelijk in dat fucking gebouw stond. En dan zit je van, ja, maar nu ik er toch ben, dan kan ik het net zo goed maar even checken. Zo jammer dit is. Zo jammer. Jammer. Is die plant al gegroeid? Nee, nog steeds niet. Nou, fuck die planten maar. Dan gaan we weer terug naar de boot. Om sodemiet erop, man. Idioot dat je er bent. Dan gaan we weer terug naar de boot. Naar Mr. Hoe die ook weer heet. Met die... Oh, ik ben een meeuw. Oké, jou. Briny, dat was het. Ja. Duford, ja. Nee, als je dat verhaal niet hebt gehoord, want dat heb ik verteld op mijn Thief aflevering op dagelijkse day. Was zo, ik reed eens een keer gewoon met de auto, ik weet niet meer waar ik naartoe reed of wat dan ook. En op een gegeven moment een meeuw, die ging echt vlak voor mijn auto langs, zeg maar. En ik zat echt van, oké, maar wat de fuck zal die meeuw nu wel niet denken? Dat hij zo'n domme actie uithaalt. En toen begon ik een beetje te brainstormen. Zodat ik van, ja, hij zal vast denken, ik ben een meeuw! Dat hij zoiets denkt. En dat vond ik, ik heb zo erg om mezelf dubbel gelegen doen. Dat was echt zo fucking grappig. Tenminste, dat vond ik grappig, hè. Of jij dat grappig vindt, dat is weer iets anders. Oké, fuck die flash maar. We gooien gewoon een repel op onze bak. Use. Volgens mij was het voor 100 stappen of zoiets. Ik weet niet meer. Hup, die weg. Oké, waar moeten we naartoe? Ik zeg omhoog. Links, rechts. Misschien dat ik die fucking video terug moet kijken, want dit is bullshit. Waar is de trap? Trap. Oké, dat is een muur. Is hier iets? Dat is een muur. Ah! Haha! Oké, dat is dus iets. Moet ik dan weer iets met een gat vinden of zo? Of... Ik loop gewoon langs de muur, want dat is het enige herkenningspunt wat ik dan fucking heb. Ah, kijk. Wat was hier? Stenen? Oh, fuck, dit waren die stenen, ja. Repel War off. Ik heb ze gekocht, dus ik ga ze gebruiken ook. Fucking in het donker rondsluipen. Wat zijn we nou voor stelletje fucking idioten. Maar ja, dat krijg je als je geen Pokémon hebt die fucking Flash kan. Ah ja, dat was deze steen. Ja, maar deze steen hadden we al fucking... Ja, oké, daar hebben we dus niks meer aan. Oké, wat is hier? Muur. Steen. Ja, daar kwamen we net vandaan, geloof ik. Of niet? Nee. Fuck it, ik gok het er gewoon op. Oh. Haha! Hey! We fucking did it! Wie ben jij? Steven. Rare stones. Geen idee dat hij hier zat, maar we hebben het gedaan. Ja. Een TM. Welke TM? Steel Wing. Die is kapot goed. Die is kapot goed. Ik moet even kijken of fucking veelzijdig die kan leren, aangezien die wel... Ik bedoel, het is wel enigszins een kipachtig iets, dus hij heeft vleugels, weet je. Hij heeft vleugels. Ja, Steven, bla 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 bla, dankjewel.
Oké. Jij rent weg. Ik denk dat ik hier gewoon een fucking escape rope voor ga gebruiken. Nee, wacht. Ik wilde kijken wat die TM inhield. TM, TM, TM. Die doet zo... Kijk hier, 70 fucking damage. Are you kidding me? Dat is veel. Stalen vleugel. Niet! Oh, come on! Zelfs veelzijdig kan hem niet. Fuck. Oké, wacht. Hou je escape rope paraat? Of misschien dat ik hem nu al kan gebruiken. Devon's goods. Ik ben vergeten wat ik ook weer moest doen. Ik moest nog... Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik ga denk ik fucking meneer Steen nog even opbellen. Want ik ben gewoon letterlijk vergeten wat ik moest doen. Repel War Off, ja. En misschien heb ik wel een fucking grote fout begaan. En dat ik die grot uiteindelijk helemaal niet uit moest. Maar ja. Meneer Steen. Oh. Oh. Misschien is het er nu wel. Meneer Steen, ik kom eraan, mijn vriend. Geef mij die XP share, want voor de rest... Bro, als dat het einde van die grot was, weet je... Dan heb ik hier gewoon letterlijk niks meer te zoeken. Petalburg Slateport. Waarom heb ik nu opeens de optie? Petalburg. Wat was Petalburg en wat was Slateport ook alweer? Was dit niet Slateport? Ik ben totaal verward. Totaal verward. Doet er niet aan toe. Doet er gewoon niet aan toe. Ja, man, dan zijn we hier. Ja. Nee. Oké, nee, dit is goed. Toch? Want die andere was Rustboro City, dus... Weet je, fucking YOLO. Oh, pak een grasje mee. Dat doen we maar niet. Straks komt er weer één fucking Wurmple aan. Die gewoon ons poisont en vervolgens... Kleurtje uit ze gewoon doodmaakt. Ja, ik vind het wel grappig hoe ze zeggen van... Fainted. Dus fainted is zeg maar flauw vallen. Hier hebben we die AIDS Pokémon weer. Zeg maar, ze vallen flauw, fainten. Ik bedoel, ze gaan nooit dood of zo. Dat vind ik wel een beetje raar. Oh ja, ik was ook bezig met die Riot grap. Dat was het inderdaad. Riot, 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 Riot. Omdat ik dat net deelde. Oké, hier, making up uproar. Riot, 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 Riot. Dat is zeg maar van... Fucking zoek maar op Google, raise your dongers. En daar zit dus ook zo'n soort smiley face bij. En die smiley face wordt af en toe dus ook op Twitch gebruikt, in de chat als het ware. Want Twitch is van livestreams. Weet ik veel, Pokémon or Riot of zoiets. Gewoon iets... Or Riot. En Riot staat dan voor rellen, zeg maar. Wat zeg maar gebeurt in Oekraïne, als het ware. Gewoon rellen. Dus dan is het altijd gewoon, weet ik veel, Pokémon or Riot. Of nu gewoon XP share or Riot. En als dus degene die livestreamt, want daar wordt het naar gericht. XP share! Die persoon had wel gelijk, maar ik had wel eerst die opdracht moeten voltooien. Dat had je er op zich ook wel bij mogen zeggen. Dat is wel zo handig. Oké, dus XP share geef ik aan... Kleurtje. Nee, niet use. There's a time and place for everything. Oké, die geef ik aan Kleurtje en dan ga ik Bolly levelen. En dan krijgt Dingetje het ook. Ja, dat lijkt me een verstandige keuze. Zo. Waar was ik? Oh ja, dus zeg maar of Riot. En als dus zeg maar die livestreamer dus niet zeg maar de chat gehoorzaamt als het ware. Dan kan je af en toe die Raise Your Dongers emote en dan Riot in het midden. En dan weer die donger emote. En dan wordt het echt keihard gespamd. Want dan zijn mensen aan het rellen en is het Riot, 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 Riot. Ik vind het heel erg grappig, maar je moet erbij zijn. Je moet erbij zijn. Oké, voor die andere opdracht, waar de fuck moest ik dan naartoe? Weet je? Ik ben het compleet vergeten. Ik zeg dat we gewoon... I don't know, deze kant op gaan? Prima, waarom niet? Ik bedoel, hier waren we al geweest, maar ik weet niet of hier... Had ik hier kut voor nodig of niet? Ik weet het nu weer. Of om die grot in te komen...
Die wil ik hebben. Maar die gaat gegarandeerd niet blijven. Oké, watergun, die moer. Hij gaat gegarandeerd teleport. Garandeerd. Ja. Yeah. Het heeft geen zin. Die shit teleport gewoon, weet je. Oh, come on! Pooch. Gewoon pooch, oké? Die kuthond, oké? Kuthond / hyena hond. Gooi mijn rollout tegen zijn bakkes aan. Riot. Volgende rollout is hij dood. Dat garandeer ik je. I guarantee it. En een Misty. Oké, dan is als de volgende die... Wat? Oh, als hij mist, dan stopt hij ook gelijk. Oké, dat is duidelijk. Duidelijk. Hier. Het is niet veel, maar het is iets. Nu kunnen we het huisje in. Nice. Wat is er in dit huisje? To get to Vendon Turf without using this tunnel, you'll have to cross the sea to Duvert. Sail on to Slateport. Oh my god. Dus ik moest wel naar Slateport toe. Fuck! Dan kom ik nu dan achter. Fuck you, Ninkada. Fuck you. Wat is goed tegen Burke? Fucking gooi er gewoon een steen op. Gewoon letterlijk een steen erop tieven. Gewoon hier, eet een steen. Het deed gewoon geen ene reet. Rollout, raak! Damage! Harden! Fuck you, je bent dood, bro. Je bent dood, bro. Hij is dood, bro. We hebben het gedaan, bros. Doe een brofist, want ik ben niet origineel. Vind ik wel geinig hoe je gewoon letterlijk grappen van iemand anders kunt stelen. En dan zeggen, ja, hij is van mij. Dit is wel geinig. Hey, Taelo. Ik weet het, ik moet een nieuwe Pokémon vangen, maar ik wil geen fucking Taelo. Ik wil gewoon naar het volgende gebied gaan. Gooi een steen tegenaan. Naar het volgende gebied, want daar zijn waarschijnlijk wat hoger level Pokémon's. En dus ook gewoon dat ze wat gruwelijker zijn, weet je. In plaats van dat we hier ook een Taelo en een Puccinia en een fucking AIDS-bonkje. Ik bedoel, die shit willen we niet, weet je. Fuck de AIDS-bonkjes. Fuck de AIDS-bonkjes. Goed gedaan, kleurtje. Je hebt geen ene raid gedaan, maar je hebt wel de experience gekregen. Voel je goed. Voel je goed. Dit is echt, we zijn van fucking hot naar her gerend. Nederlands. Voer hier Nederlands in, want het werkt niet meer. Error 404. Fucking Nederlands werkt niet. Of Nederlands is hier niet te vinden. Ja, leuk joh. Nerdgrapjes. Daar kan ik me altijd wel in vinden. Ik kan er altijd wel om lachen. Internetgrapjes. Oké, dude, ik wil nu naar Slateport toe. Kan je dat voor me fixen? Ahoy! Oh ja, ik moest naar Slateport toe. Dat was het, ja. Dat was die opdracht. We'll set sail for Duvert. En van Duvert kan je weer naar Slateport. Vandaar dat we die optie kregen. Oh, dat muziekje. Die is leuk. Die hadden we net toch niet? Mooi deuntje. Mooie ding. Mooi. Mooi man. Mannenman. Kinnebakman. Ja, Duvert. Ja, ik wil weer. Alleen dan gaan we nu naar Slateport. En dan gaan we zeker naar rechts toe. Oh yeah. Let's go. Echt, ik probeerde gisteren nog even... Wow, was dat een verlaten schip of zo? Nice. Ik zat gisteren gewoon even te kutten in de auto. En dan zei ik van, oké, laat ik even gewoon mijn fucking... Hoe heet het? Uitproberen. Oeh. Ja, maar dit stukje ken ik nog wel. Maar dan ga ik dit even switch. Want fucking kleurtje krijgt toch wel experience. Want deze wil een battle. Dacht ik bereid me fucking voor op een battle. Is het alleen maar zo'n goofus die me gewoon even zacht zand geeft. Eerlijk, vroeger handelde ik in zand. Zat ik op de fucking kleuterschool. En toen gaf ik gewoon echt gewoon... shit, wat zei ik ook alweer?
van wie wil de zand kopen? Ik heb hard zand en zacht zand. Dus ja, dat. Ik was de zandhandelaar. Roll out die shit. Do super effective damage. 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 Watergun tegen mij? De dude. Wat? Wingull vind ik wel een hele vette Pokémon hoor. Dat er niet van. Alleen ja, weet je. Ik bedoel, fuck Wingull op het moment even. Oh, Supersonic. Dat is fucked up. Maar rollout is automatisch. Dus als het goed is, heeft het geen effect. Oh, come on! Oké, tackle ze moer. Tackle ze moer. Gewoon tackles tegen je... Dat Wingull is nou echt gewoon een fucking meeuw. Oh god, ik ben een meeuw. Eigenlijk moet ik gewoon een fucking Wingull gaan vangen. Gewoon, god, ik ben een meeuw. En dan ga ik hem gewoon letterlijk noemen, ik ben een meeuw. Hopelijk past dat. Oh, come on. Weer supersonic. Oh, come on, man. Fucking Wingull. Je bent maar level 12, maar je bent kapot irritant. Kapot irritant. Watergun doet maar 2 damage. Het is niet dat Wingull hem ooit gaat verslaan, maar het duurt zo fucking lang totdat hij down is. God. Dat duurt echt veel te lang. Machop. Wat was ook weer goed tegen Machop? Erene. Het was in ieder geval fighting. En volgens mij was Steen niet zo goed tegen fighting. Hij chopt die shit. Dus ik gooi gewoon een watergeweer tegen hem aan. Gewoon hier, neem een geweer. Heeft geen zin. Low kick. Mijn dude weegt niks. Wat? Oh nee, hij heeft die berry gegeten. Oh, je fucking idiot. Nou, maakt ook eigenlijk niet uit. Roll out maar. Fuck it, dat doet uiteindelijk toch meer damage. Not very effective. Oké, dat... Ik zei van, oké, dat doet uiteindelijk meer damage, maar dat was niet zo slim van mij. Rollout. Hoeveel damage doet het nu? Gewoon nog steeds geen ene reet. Leer. Oké, wat is dat? Oké, steen tegen fighting of whatever the fuck Machop ook mag zijn. Dat doet gewoon geen ene fucking reet. Daar hebben we dus van geleerd. En hopelijk vergeet ik het zo direct gewoon letterlijk niet nog een keer. Rollout. Hoe vaak mag ik nog rollen? Low kick. Rollout. Hier, dan gaat hij gewoon stenen. Of gaat hij gewoon met bakstenen gooien op een gegeven moment. Leer. Hey, we hebben gewind. Oh, wacht. Ik heb geen... Ik dacht al. Weet je. Wat? Had ik geen rollout meer? Alsnog. Het hapte gewoon een heel stuk eruit. Ondanks dat hij fucking... Hoe heet het? Dat gewoon not effective was. 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 Weet je? Dat is best wel chill. Dat was best wel chill. Hey, ik stel voor. Er zit iets heel funtig te doen onder die parasol. Dan komen we de volgende aflevering wel achter. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vond je een vet video, dan mag je dat kunk belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik jou terug bij een nieuw Pokémon-avontuur. Tot ziens.